Goedendag allemaal. Het is vandaag zondag 2 december 2012. De winter is begonnen. Ja, het is december, wintermaand. Maar het is buiten. Ik ben vandaag maar binnen gebleven, want het is buiten guur en koud. En het is nog maar vroeg. Het is nog maar 1:15. Wat ik het vandaag overal hebben is dat je eigen moet laten horen. Je moet je eigen op tijd laten horen. Want dan weten de mensen dat je er bent. Dat is zo, een kind dat doet dat alles, dat wil dat gaat schreeuwen, dat gaat huilen en dat gaat natuurlijk aandacht trekken. Wij boeren, wij doen dat ook. En we hebben dat pas geleden nog gedaan, we hebben flink van ons laten horen. We zijn naar Brussel geweest. Nou, dat is heel bijzonder, maar dat is niks nieuws, want dat doen we al zo lang. Maar nog niet altijd. Er is een tijd geweest dat de boeren gedwee waren. Brave burgers die zich eigenlijk nooit verzetten tegen het gezag. Maar op een zeker moment veranderde dat. En dat is geweest destijds in Utrecht, in Galgenwaard, in het stadion. Toen ineens kwam er een grote felle opstand. En de boerenleiders van toen, die waren perplex. Die stonden helemaal met hun mond vol tanden. Dat hadden ze nog nooit meegemaakt. Ze waren gewend geweest dat de boeren, de mensen, de leden, braaf waren. Met de pet in de hand. En braaf ja, meneer, en nee, meneer, zeiden. En slikten wat eigenlijk voor hun op het bordje werd gezet. Ja, en sindsdien hebben we natuurlijk vele soorten protesten gehad. Het ene protest na het andere is gebeurd en het ene had meer succes dan het andere en uiteindelijk had niks een echt succes. We hebben hier pas in de buurt, hebben we toen ook meegemaakt, de ZLM, die had ook voor de eerste keer echt een protest georganiseerd. Destijds nog onder voorzitter Lutijn. En toen hebben ze de A58 bij de Vlakentunnel afgesloten. En een heleboel boeren waren daar met hun trekkers naartoe gekomen en hun wagens. En hadden het verkeer gehinderd om daar door te rijden. Ja, dat was ludiek. Of ik weet niet, want het kwam in de krant natuurlijk. En je kreeg aandacht. En waar vroegen ze aandacht voor? Nou, je kunt het natuurlijk wel raden. Als een boer aandacht vraagt, waar vraagt hij dan aandacht voor? Ja. Zenden, geld, meer inkomen, een rechtvaardiger inkomen, zeggen ze altijd, want ze willen natuurlijk nooit van zijn leven een onrechtvaardig inkomen, dat kan niet. Een rechtvaardig inkomen voor eerlijke beloning, voor harde arbeid en een mooi product. Maar ja, daar stonden ze dan met die tractoren voor de Vlakentunnel. En al die mensen die met hun autootjes naar hun werk moesten, die konden er niet door. En die hadden maar heel weinig, bitter weinig begrip voor al die boerenacties. En ze begonnen die boeren uit te schelden. En sommigen die wel een klein beetje sympathie hadden, die zeggen, ja nou, protesteer maar alsjeblieft niet te lang. Want daar hebben we eigenlijk geen zin in. Ja, en na die tijd hebben we nog heel veel boerenreacties gehad. Hè, want van alles en nog wat is er geweest. Maar nou, de laatste was in Brussel. En dat ging met name om de melkveehouderij. Ja, de melkveehouders, een deel van de melkveehouders in Nederland en in Europa, die zijn een klein beetje bang voor het vrijgeven van het melkquotum. Hè? Want tot op heden, dan moet eigenlijk melken, dan moet je een bepaalde hoeveelheid quotum melken. Maar dat dan vol is, ja, dan moet de boete gaan betalen voor meer melk die je dan produceert. En dan komt dat binnenkort, over een paar jaar, komt dat vrij. En nou zijn er een hoop boeren bang dat er dan te veel melk op de markt komt. En dat daardoor de prijs zal zakken. Ja, het kan verkeren. Op een zeker moment destijds toen de melkquotum hier ingevoerd, protesteerden de boeren, want ze vonden het een verschrikkelijk systeem. Ja, en nu wordt het dan afgeschaft. En nu zijn er weer mensen die bang zijn voor de gevolgen daarvan. Nou kan ik dat ook wel begrijpen, want er zitten natuurlijk een heleboel boeren in de startblokken. Die willen straks gaan produceren, die willen uitgebreiden, die willen meer koeien, meer melk. En dan moet allemaal op die markt komen. In een periode dat we op het ogenblik te maken hebben natuurlijk met lage wereldprijzen, hoge voerkosten, hoge energiekosten, etcetera, etcetera. Dus ja, men is een klein beetje bang, dus men ging naar Brussel om te vragen, nou voert dan die melkquotum maar in, maar dan geleidelijk, zo regulerend, toch een klein beetje sturend, zodat we de prijs een klein beetje in de gaten kunnen houden. Nou, je kunt begrijpen dat we hier natuurlijk niet echt naar geluisterd, maar ja, ze komen dan met groot materiaal, met trekkers en landbouw, andere landbouwvoertuigen, gaan ze naar Brussel en dan verstoren ze de hele binnenstad en al het verkeer wat erachter zat. Ja, je moet echt niet denken, als boer zijnde, dat je nou sympathie wint bij de burger door het verkeer te verstoren tegenwoordig. We hebben al natuurlijk zoveel verkeersstoringen, zoveel files en zoveel ellende op de weg en dan komen er ook nog een stel boeren die dan op zo'n tractor zitten. En echt, wat mij opviel trouwens, was dat het allemaal prachtige,
gloednieuwe trekkers zaten erbij. Denk zo gesponsord en gegeven door bijvoorbeeld John Deere of Massey Ferguson of weet ik wat voor merken er allemaal zijn. Prachtige glanzende trekkers. Ja, dat toonde nou toch ook weer niet direct de grote armoede van die boeren aan, zou ik kunnen zeggen. Hè? Maar oké, we willen daar niet in. We weten dat ook niet precies hoe dat zit. Maar je zou een klein beetje dat soort van vermoeden kunnen hebben. Ja, en dan staat er natuurlijk de politiegrid en die wil ze tegenhouden. En die wil eigenlijk ja, niet dat die boeren te veel oprukken naar het centrum van de Europese macht. Ja, daar stonden ze dan, die mannen in die blauwe pakken met die schilden en knuppels in hun hand en wat ze nog meer achter de hand hebben. Maar ineens begonnen, sommige van die boeren hadden er een buitengewoon middel op en die begonnen met melk te spuiten. Een brandspuit, zo'n tank met melk op die mannen. Daar hadden ze niet op gerekend. Je kunt toch van alles bedenken, dat ze met stenen gooien of dat ze met pijlen schieten of met brandbommen gooien, maar ja. De mensen onderspuiten met melk, dat was het beste waar ze op gerekend hadden. Ja, dat was best wel ludiek en dat haalde natuurlijk ook de kranten, maar ja, niet zozeer waar het om ging. Want de gemiddelde krantenlezer zal wel gezien hebben, ja, die boeren spoten met melk. En waarom deden ze dat? Omdat ze nou meer zekerheid voor de inkomen willen hebben. Maar dat hebben ze natuurlijk al lang, dat zijn ze al lang vergeten. En hoort er nou ook een aantal dagen later geen mens meer over praten. Hè? Het is een actie geweest. Het is mooi geweest, maar het is weer voorbij. Ja, en dan zijn er ook nog boze tongen die beweren dat het helemaal geen echte volle melk was. Ze zeggen, ja, dat was natuurlijk verdunde melk, want geen ene boer spuit zomaar dure melk weg. En bovendien, ze hadden ook nog een praktisch punt natuurlijk, want hadden jij hartstikke volle, vette melk naar die mensen spuiten, je dat allemaal schoon uit, dat valt niet mee. En als het natuurlijk verdunt, dan is het ook vrij snel schoon te maken. En dan zijn de kosten achteraf niet zo duur. En wij boeren, wij zijn praktische mensen. En je zou kunnen veronderstellen dat ze daar natuurlijk ook mee hebben dat ze dat zo hebben georganiseerd natuurlijk. Maar goed, wat zijn we ermee opgeschoten? Want daar gaat het natuurlijk eigenlijk om. Glad van uw eigen oren en glad te slaan met de vuist op tafel en je wil aandacht vragen voor het probleem, maar het gaat er uiteindelijk om of er een resultaat vandaan komt. Ja, en wij, de boeren, wij kunnen natuurlijk goed protesteren, want ja, we herinneren ons nog zo'n prachtig beeld, toen protesteerden we op Binnenhof, hè. Hadden wij met schoten, ze zetten allerlei spullen ervoor om die boeren te verhinderen Binnenhof op te rijden of waar het ook was. En dan komen er een aantal van die mannen met grote shovels, hè, uit onze beroepsgroep. Hè, die pakken die hindernissen op en zetten ze opzij en die rijden zo ram met een grote trekker of een shovel het Binnenhof op en parkeren de trap op tegen de deur van de ridderzaal. Ja, prachtig werk om zo te zien natuurlijk, maar of wij daar nou zoveel sympathie mee halen, dat weet je niet. Kijk, je hebt natuurlijk een hoop acties gehad. Bekend is natuurlijk ook de actie natuurlijk die we gehad hebben van Wien van den Brink. Wijlen Wien van den Brink, de man van de Varkensvakbond. De man met de pijp, toch een vent waar je bewondering voor kon hebben. Want hij liet zien dat we er waren, dat de varkensboeren er waren. Maar hij moest het op een zeker moment door zijn acties wel bekopen dat ze hem in de gevangenis zetten. Ja, en dan komt het natuurlijk het punt, hè, want er is ook altijd bij die boeren nog een thuisfront. Dat moet je niet vergeten, want ze staan natuurlijk allemaal wel stevig op de bres. Maar als moeder de vrouw zegt, ja, maar luister eens Pietje of luister eens Jantje. Jij kunt wel gaan demonstreren, maar je belt me vanavond wel op tijd thuis om te melken. En zorg dat ze trekken niet in beslag nemen, want dat was natuurlijk een ander punt waar ze op een zeker moment mee dreigden. Kijk, wie de macht heeft. Ja, die heeft natuurlijk ook de kracht om in te grijpen. En dan zeggen ze, ja jongens, als jullie niet dan en dan met je trekkers weg zijn, dan nemen we ze in beslag en dan zie je ze voorlopig niet meer terug. Nou, daar kun je niet mee thuiskomen natuurlijk. Want dan bezwaait er wat, want je kunt nog zoveel actie voeren als je wilt. Maar als je thuis ruzie krijgt, dan houden we wel heel snel mee op. Ja, zo gaat dat. Maar goed, we gaan door. En al met al, acties zijn nog steeds gewild. Niet alleen bij ons boeren, maar ook de vakbonden, je weet het allemaal. Men probeert aandacht te vragen en staat op de bres om te zeggen, ja luister eens, wij hebben een punt en dat willen we graag laten horen. Nou, we kregen al pas geleden bericht dat morgen geloof ik, ja de 3 december, dan gaan de varkenshouders, de Nederlandse Bond van Varkenshouders, die gaat demonstreren bij het hoofdkantoor van de Jumbo in Veghel. Want die zijn ook weer kwaad, laten we zeggen trapsgewijze kwaad, want de Jumbo die wil eigenlijk minder betalen voor de producten aan hun
toeleveranciers en ook een langere betalingstermijn afdwingen. Dus niet onmiddellijk betalen, maar bijvoorbeeld een tijdje later betalen, zodat ze het geld wel langer vasthouden. Daar zijn die varkensboeren tegen, want die zien de bui ook alweer al hangen, net als destijds met Albert Heijn. Hè, dat dan uiteindelijk de prijs voor al dat soort dingen weer bij die voedselproducent wordt neergelegd. Bij de basis, want ja, wij kunnen geen kant uit. Wij staan in feite altijd met onze rug tegen de muur. Kijk, wij kunnen wel demonstreren en we kunnen al zulke dingen wel doen. We hebben dat gedaan natuurlijk bij Albert Heijn, hebben we dat al gedaan voor zo'nzelfde soort geding van die 2%. Hè. We hebben het bij C1000 zijn ze bezig, hè, want we willen de kiloknallers niet hebben. Dat willen de boeren zelf ook niet, want dat is een degradatie van hun product. Het helpt allemaal niks, want ze geven het een andere naam en ze gaan gewoon deur mee wat ze zijn. Kijk, wat kunnen wij als boeren nou met demonstraties bereiken? Eigenlijk heel weinig. We kunnen alleen maar laten horen dat we er zijn. Maar als ze het vandaag lezen, dan zijn ze het morgen vergeten. Dan moet het niet doen. Kijk, het geeft gewoon een beetje zelf. Laten we zeggen, het geeft je wat troost als je ergens je stem kunt laten horen. En het mooiste is dan natuurlijk dat dan de televisie en radio en weet ik wat er allemaal bij is om dat te kunnen registreren en aan het volk te laten zien. Maar ja goed, waar gaat het allemaal om? We willen in feite allemaal één ding. We willen natuurlijk een redelijk inkomen. We willen een redelijk inkomen voor ons harde werken. En wat hebben wij voor wapens om dat af te dwingen? Ja, we hebben het voedsel als wapen, dat weet ik ook wel. Maar ja, wat kunnen wij met ons voedsel in feite? Hè? Als jij hier natuurlijk 100, 200 koeien op stal hebt staan, die moeten twee keer per dag volgens de traditionele methode gemolken worden. En als je dat niet doet, ja, en als je het wel doet, waar moet het dan met die melk naartoe? Laat hem in de sloot lopen, dan krijg je een boete voor milieuverontreiniging. Je staat met je rug tegen de muur, je moet die melk afleveren en dan moet ook geld binnenkomen. Dus ja, wat kun je doen? En als er dan ooit eens een grote schaarste op zal treden en we eindelijk eens kunnen gaan profiteren natuurlijk van de goede prijzen, hè? Dat we hoge, zeer hoge prijzen voor de aardappelen, voor de melk en alle producten daarnaast, dan gaat die overheid natuurlijk ingrijpen en die zal zeggen, ja, maar dat gaan we niet doen. We gaan die mensen in Amsterdam en in Londen en in Berlijn natuurlijk niet op stang jagen, want daar hebben we geen boodschap aan, want dat zijn onze kiezers, die paar boeren, daar kunnen we wel aan. En dan gaan we weer met z'n allen. We zijn een grote groep, of niet meer zo groot, maar we worden uit elkaar gespeeld. Ja, en dan gaan we, dan kun je toch waarschijnlijk er wel van overtuigd zijn dat je weer aan het kortste eind trekt, dat je weer aan de achterste mem ligt. Maar ja, het is overtuiging, we kunnen wat proberen, probeer de mensen, de overheid en alles wat dat mee te maken heeft, via een demonstratie te overtuigen. Dat kan. Tegenwoordig moet ook alle buren in Brabant overtuigen als je een nieuwe stal wilt bouwen. Hè? Want je moet wel een nieuwe stal bouwen, maar alleen als uw buren het ermee eens zijn. Dus je moet bij uw buren langs en je moet braaf gaan vertellen wat je van plan bent. Liefst uw pet in de hand dan ook nog, want je wil ze vooral niet tegen uw in het harnas jagen. Ja, boer zijn, dat is natuurlijk wel een zelfstandig beroep. Maar we zijn van zoveel dingen afhankelijk dat we op een zeker moment ja, grijpen naar het laatste middel en dat is een demonstratie. En dat weten we ook wel. Dat we daar natuurlijk niet veel mee opschieten. Maar dat je eigenlijk niet laat horen, dan zullen ze ook niet weten dat je er bent. Dus ik zou zeggen, ja, mannen en vrouwen, we moeten dat toch maar af en toe eens blijven doen. Zodat de buitenwereld weet dat we er zijn. En wat we betekenen voor die buitenwereld. Ja, en Sinterklaas, die actie van die Nederlandse vakbond voor varkenshouder, dat is eigenlijk een Sinterklaasactie. Ze spelen Sinterklaas en ze gaan Jumbo op het matje roepen. En die doet het niet goed. En die wordt eigenlijk tot de orde geroepen. Ik ben benieuwd wat eruit komt. We zullen er nog wat van lezen en van horen. Misschien, want ja, er is al zoveel Sinterklaas. En als we dat niet doen, mannen en vrouwen, zet van de week. Hè? Zet van de week hoe schoenen, hoe klomp. Liefst hoe klomp natuurlijk. En kijk maar wat er de andere ochtend in zit. Het zal niet veel zijn, maar wij boeren, wij zijn blij met een klein beetje. Houdoe en tot volgende week.